Het ligt verscholen achter hoge, groene bomen. Niemand heeft het ooit gezien. Het land van stil. Het land van stil. De naam zegt het ook al. Want het is er ook stil. En waarom? Dat zal ik jullie nu vertellen. In het land van stil is het niet altijd zo stil geweest. Nee. Vroeger waren de mensen er heel vrolijk. Er was muziek. En er werd ook gedanst. De koning en de koningin waren dan ook heel erg gelukkig. Met hun dochter Marjolein. Maar op een dag, toen er een groot kasteelfeest werd gegeven ter ere van haar verjaardag, toen heeft Marjolein zoveel gedanst dat ze zo ontzettend moe werd en ze viel in slaap. Het was geen gewone slaap, oh nee. Het was een boze slaap die haar die dag overviel.
En vanaf dat moment heeft de boze slaap Marjoleine in haar macht. Ze heeft haar dansschoentjes verborgen, zodat ze niet meer kan dansen. En ze laat haar slapen. Al heel erg lang. Ze is nog steeds niet wakker geworden. Nu staat er echter in de grote boeken van de kasteelbibliotheek geschreven dat de betovering verbroken kan worden door een broertje of een zusje van Marjoleine die als hij of zij 10 jaar is geworden, de wijde wereld intrekt op zoek naar het goede, om het kwaad te overwinnen. Zo staat het geschreven en zo zal het ook geschieden. De koning en de koningin waren dan ook heel erg gelukkig toen er na enkele jaren een zoon geboren werd, Sebastiaan genaamd. En vandaag is Sebastiaan 10 jaar geworden. Zijn vader, de wijze koning, roept hem bij zich en vertelt hem van zijn grote opdracht en dat hij heel erg dapper moet zijn. Hij zal tijdens zijn reis 2 maal worden aangevallen door het kwaad. De eerste maal zal een goede fee hem helpen. De tweede maal zal hij echter zoveel geleerd moeten hebben dat hij zelf een oplossing moet vinden en alles alleen moet doen. Sebastiaan denkt na over de woorden van zijn vader en vraagt zich af of hij wel zo dapper is. Maar hij wil zo graag eens met Marjoleine praten en dansen. Hij slikt even en heel flink aanvaardt hij zijn opdracht. Hij pakt zijn spullen. Hij neemt afscheid van zijn vader en moeder, zegt zijn vrienden gedag en al zwaaiend verlaat hij het land van Stil. Op zoek naar het goede, om het kwaad te overwinnen. Laten we samen met Sebastiaan op weg gaan. Sebastiaan door de poort van zijn land stapte, kwam hij in een groot donker bos. En toen? Thank you.
De vee kwam om hem te helpen, precies zoals zijn vader hem verteld had. Wat moet het tweede kwaad dan wel niet worden, denkt hij. Veel tijd om na te denken heeft hij niet, want wat hoort hij daar nu weer? Thank you.
Nou zeg, waren de mutsen van de kabouters zomaar verdwenen? Die ondeugende elfjes toch. Gelukkig is alles weer in orde en zijn ze goede vrienden geworden. Dag, kabouters. Dag, elfjes. Ik ga er weer vandoor. Tot ziens hoor. Hé, wacht eens even. En wat zeggen wij hiervan? De kop is in de borden, de kop in de kraag. Mimi, waar weg, jij was af. Geef jezelf een dag opnieuw hetzelfde liedje. Doe de afwas, zorg eens dat de koek weer klinkt. Geef jezelf een dag opnieuw hetzelfde liedje. Maar zelfs gewoonlijk als je ergens zit. Wat ergens, wat een weer. Je moet niet zeuren, het moet gebeuren. Wat ergens, wat een weer. Haal je kop en stroop je alle lieve op. Voorzichtig, voorzichtig. De glazen gaan het eerste en de ballen zijn het slot. Voorzichtig, voorzichtig. Ik kwam dat om de eerste, anders valt er achter. Wat verdorie. Moet je nou eens kijken, die mooie grote punten schouder van de Dorothee. Wat verdorie. Moet je nou eens kijken, is hadden er een eentje en nu hebben we er twee. Hé, 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 er zit er eentje dicht te drukken. Hé, 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 er zit er een op de wc. Hé, 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 er zit er eentje zit te drukken. Hé, 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 van de zand met Louis mee. Jij was er, ik was nee, jij was er en ik was. Is de vieze met de vuile paard van 14 meter hoog. Jij was er en ik was er. Oh, als de appels waren dan. Als de appels waren dan. Oh, als de appels waren dan. Als de appels waren dan. Als de appels niet zo snel. Oh, vader, wat moeder, wat moet je ons zien? Van vlak na het eten tot kwart over tien. Ach, vader, wat moeder, wil ons toch ons zien? Geef ons arme doelpers een afwasmachine. Hé, kijk nou eens. Vlinders. Zal ik er eentje vangen voor Marjolein? Thank you.
lavendels ook. Nu heb ik nog niets voor Marjoleine. Oh, daar ligt iets. Een boeketje bloemen. Die neem ik voor haar mee. Sebastiaan had al een eindje gelopen en merkt ineens dat het kouder wordt. Hij staat nu voor een grote ijsgrot en daar wacht hem een warm onthaal. Thank you.
wezens waren dat prachtig. Maar wat is dat nou? Wat zit daar? Het lijkt wel een... Ja, het is een ijsbeertje. Hallo, lief ijsbeertje. Wat is er met jou aan de hand? Ben je je vriendjes kwijt? Ach, wat zielig voor je. Weet je wat? Ik zal je meehelpen zoeken. Kom op, we vinden ze heus wel. Ze kunnen toch niet erg ver weg zijn? Hoe? Hallo? IJsbeertjes, waar zitten jullie? Hebben jullie verstopt? Of zijn jullie nu nog niet aangekleed? Schiet eens een beetje op. Ik heb hier een huilend vriendje van jullie. Huh? Daar zie ik iets. Wat is dat nou? Een pinguïn? Hoe kan dat nou? Eerst een ijsbeer, nu een pinguïn. Hier klopt iets niet. Aha. Nu begrijp ik het. Noord, Zuidpool. Dan is dit zeker de evenaar. Sebastian toch even aan mee. Lachend van de pret neemt hij afscheid van zijn nieuwe vriendjes. En Sebastian gaat verder.
Nieuwsgierig als hij is, gaat hij naar binnen. En daar, in die zaal, zal hij gaan zien wat dansen is en hoe dit geleerd wordt. Sebastiaan is namelijk terechtgekomen in een echte balletschool. Hij wordt door de leerlingen verwelkomd en ze geven hem een plaatsje in de zaal. Zij zullen hem namelijk laten zien hoe verschillend dansen kunnen zijn. Dansen als oefening. Dansen die verdriet uitdrukken. Of vrolijkheid. Van alles. Kijk eens, daar is de pianist.
dansen. Sebastian geniet met volle teugen. Kijk nou eens. Hij wordt gevraagd om mee te dansen. Zal hij dat doen? Ja hoor, hij gaat mee. Veel succes, Sebastian. Thank you.
Sebastian is helemaal overdonderd van wat hij allemaal gezien heeft. Hij wil even met de juffrouw praten en loopt achteraan. Hé, hey, wacht eens even. We willen je nog iets laten zien. Nu kun je lachen. Dacht je echt dat altijd alles zo gemakkelijk ging in onze lessen? Nee hoor, af en toe dan wil het niet zo best lukken en hebben we gewoon onze dag niet. Dan krijg je dus zoiets als dit. Thank you.
Vader, wat een mooie kracht was dat. Al die ruzietjes en onzinnige dingen, dat arme meisje. Het was toch wel echt onzin? Tuurlijk was het dat. Sebastian wil nog wel even blijven, maar iedereen is alweer aan het inpakken. En hij verlaat samen met de leerlingen de balletschool. Gaat Sebastian verder. Wat is het toch heerlijk om te dansen en muziek te horen. En yippie, hij heeft zelf ook al gedanst. Trouwens, dat ene meisje uit die groep van de Weense Wals, dat leek wel heel erg veel op Marjolein. Maar nee, dat kan niet. Marjolein slaapt nog steeds haar boze slaap. Wat zou hij eens graag met haar dansen? Maar over dansen gesproken, daar krijg je wel honger van. Eerst even wat eten en iets drinken. Nadat zijn buikje is gevuld en zijn dorst is gelest, gaat hij lekker liggen in het gras. Hij sluit zijn ogen en droomt. Thank you.
Sebastiaan een cadeautje te geven voor zijn verjaardag. Ze hebben namelijk een dansfeest voor hem georganiseerd. Mensen van allerlei nationaliteiten zijn hier bij elkaar gekomen om hem de meest verschillende dansen uit verschillende landen te laten zien. Ze begroeten hem hartelijk. Gaat Sebastiaan er eens goed voor zitten. Hij kijkt zijn ogen uit.
kan bijna niet stilzitten. Hij krijgt ook de danskriebels. En ja hoor, hij loopt naar de Italiaanse dansgroep. Bellissimo, Sebastian, avanti! Je wel moe van, maar het is wel lekker. Sebastian loopt weer naar zijn stoel en ploft neer. Want het volgende cadeautje staat wel weer voor hem klaar. Thank you.
jullie er ook zijn. Hoe is het in het land van stil? Is alles nog zoals het was? En Marjoleine slaapt nog steeds? Oh, als ik nu mijn opdracht maar kan vervullen. Tot nu toe is alles even leuk en gezellig. Maar zou het ook zo blijven? Jazeker wel, want nu zijn de Chinezen aan de beurt. Thank you.
watsende mensen. Hier zijn geen zorgen of verdriet. Wat zou het heerlijk zijn als papa en mama en Marjoleine dit konden meemaken. Sebastian amuseert zich kostelijk. Toch wordt hij een beetje bang, nu het al wat donker begint te worden. Er moet ook nog iets gebeuren, volgens de grote kasteelboeken. Gelukkig hoeft hij zich daar nu nog geen zorgen over te maken. Want eerst is er nog showtime! Somebody, my baby. I'm still a melody.
Sebastian. Sebastian valt van de ene verbazing in de andere. Hij krijgt een truit. Oh nee, een saxofoon. Doe maar, Sebastian. Blaas maar eens. Sebastian vraagt aan alle mensen
of ze misschien met hem mee willen gaan. Naar huis, naar zijn ouders en Marjolein. Iedereen wil natuurlijk dolgraag mee. En met Sebastiaan voorop vertrekt de bontgekleurde stoet op weg naar het land. Het land van stil. Dansend gaan ze door de weilanden, de bossen in de richting van het koninkrijk van Stil. Kijk, daar zie je die lieve ijsbeertjes. En vriendjes de pinguïns. En natuurlijk de dansers van het Meduet. Die gaan ook mee naar huis. En daar lopen de dansers van het lentedansje er tussendoor. En ja, de Italiaanse groep is er ook bij. Wat een bontgekleurde stoet. En de slaapmutsen, en de hiphoppers, en de twisters. De gek. Iedereen gaat met Sebastiaan mee. En zie daar, de koning en de koningin staan met open armen op hun dappere zoon te wachten. Ze kijken natuurlijk wel erg verbaasd naar al die vreemde mensen die Sebastiaan heeft meegenomen. Maar ze zijn allemaal van harte welkom in hun koninkrijk. En daar, op het mooie bed, ligt Marjolein. De boze slaap waakt nog altijd over haar. Sebastiaan gaat naar haar toe. Hij wil haar zo graag van zijn avonturen vertellen en...
het goede laten zien en daarmee het kwaad voor goed doen verdwijnen. De boze slaap is haar helpers kwijt. Iedereen lacht en praat door elkaar, maar Marjoleine slaapt nog steeds. Gespannen kijken de mensen naar Sebastiaan, die wanhopig heen en weer loopt en zich suf piekend. Wat moet hij ook wat doen? Wat is de rest van zijn grote opdracht? Oh, hij heeft zoveel meegemaakt, hij weet het gewoon niet meer. Maar, kijk, daar! De ballon, de dansschoentjes van Marjoleine. De boze slaap heeft in zijn dansen weer teruggegeven. Natuurlijk, dat is de oplossing. Sebastiaan rent naar de schoentjes toe. Hij pakt ze op en holt naar het bed van Marjoleine. En teder. Heel teder en voorzichtig. Doet hij Marjoleine haar schoentjes. De wijze koningin schijnt zelf dan zo in te roepen. Zijn opdracht is vervuld. Sebastiaan heeft met zijn dans al het kwade uit de boze mensen gehaald. Als alle mensen nu het zouden dansen en zingen, dan zou er nooit meer ruzie zijn. Of wat het veel erger is, oorlog. De mensen zouden daarvoor helemaal geen tijd meer hebben. En er zou altijd vrede zijn.
Kijk, daar staat Sebastian eindelijk met zijn zusje. Hier, in het Koninkrijk van Stil, zal men nog heel lang doordansen. Wel duizend dagen en nachten lang. Daarom nemen we nu afscheid. Als ze inmiddels nog niet verzonken zijn in een goede slaap. En als iemand van u in de zaal ooit op zoek gaat naar het land van Stil, tja, dan zoekt hij tevergeefs, want dat land, dat bestaat niet. Gebeuren waar zij nog niets van weet. Niet alleen in het land van Stil ruist het nu wederom van de dans en de muziek, maar ook elders is er nog een plaats, een stad, die bruist van het leven. Een stad die ook verbonden is met jou. De volgende dans is ingelast als prefinale en heeft dan ook met het metropool te maken. Monique, dit is voor jou uit waardering van je prima ballerina's uit Heerlen en de Landgraaf. En ze nemen je mee naar een droomstad. Een stad die jij in je hart hebt gesloten, zoals jij bij hun in hun hart bent gesloten. Thank you.
Het is dit, uit de groep van mij al, namens de leerlingen, de ouders, de begeleiders en de Stichting Creator.